onderhouden van je gitaar. Hoe hou je je gitaar netjes als je dat belangrijk vindt? Nou, ik zal je wat tips geven hoe ik daarmee omga en hoe ik daar vroeger mee omging. Want ik denk dat ik speel nu al een jaartje of 35 gitaar. En de gitaren die al heel lang bij me zijn, die zijn nog steeds in een goede conditie. En dan heb ik het niet over wat schade die je links en rechts oploopt als je gitaren stoot of als ze vallen. Of nou, gewoon normale gebruiksschade, zoals bijvoorbeeld de achterkant van een gitaar. Als je een riem draagt, daar doe je niks aan. Maar je kunt wel met wat simpele zaken kun je je gitaar, de lak van je gitaar en de hals van je gitaar in een goede conditie houden. Vroeger was ik daar misschien, zag ik de gitaar wat te veel als een, als een soort van trofee. Poetste me altijd helemaal gek. Die gitaar moest glimmen en dat moest netjes blijven. En ik plakte de achterkant af zodat er geen krassen in zouden komen van mijn riem. Ja, dat is natuurlijk bullshit, maar ja, in die tijd vond ik dat belangrijk. Hoe ik het tegenwoordig doe is heel simpel. Je moet je voorstellen dat je huid, je zweet en je huid bevat altijd wat zuur aan de oppervlakte. Dat gaat uiteindelijk gaat een beetje een gevecht aan met de lak van je gitaar. Als je gitaar speelt en je zweet of als je gewoon veel oefent en je huid blijft constant en dan met name ook dit gedeelte van je gitaar, je huid blijft daar mee in contact, dan krijg je uiteindelijk dat het een beetje begint af te zetten in de lak. En dat kun je heel simpel voorkomen door eens in de week, weet ik wel, of eens in de zoveel dagen, even een doekje, gewoon een vochtig doekje. Ik heb hem zojuist nat gemaakt. Gewoon eventjes met een beetje vochtige doek maak je de gitaar op deze manier schoon. En met de droge kant droog je hem gewoon eventjes af. En dan zul je zien dat je je gitaar gewoon netjes houdt. En ik heb het hier niet over vingerafdrukken of dat is niet zo belangrijk, maar het gaat me voornamelijk over substantiële ophoping van zweet en huidschilfers en noem het maar op en zuren op één en dezelfde plek. Wat ik ook kan aanraden is, en dat heb ik verteld in het vlog over het verwisselen van je snaren, dat is dan dat je eens in de, eens in het half jaar of eens in de zoveel maanden, zou je je toets van je gitaar, de houten toets, kunnen behandelen met wat limoenolie. Dit is een veelgebruikte olie die je in muziekzaken kunt verkrijgen. Er zijn ook bijvoorbeeld van Dunlop. Er zijn flesjes die zijn er speciaal voor gemaakt. Die kun je, sommige flesjes hebben een sponsje erop. Sommige flesjes met een tuitje. Ik haalde het vroeger al bij de drogist. Was ik de enige klant bij de drogist die daarvoor kwam. Dat moesten ze voor mij bestellen. Maar tegenwoordig is dat allemaal perfect geregeld. En als je snaren er dan af zijn, als je dan een keer al je snaren verwijdert, dan kun je daar een heel klein beetje van op een doekje doen. En je neemt dan als het ware de toets af. Dus je zet het gewoon een klein beetje in de olie. Je laat het eventjes intrekken. En niet te veel, dus niet doordrenken, maar gewoon een klein beetje oppoetsen. Dat je goed ziet dat die toets wat donkerder opkleurt. En vervolgens dan neem je het na een tijdje eventjes met het droge gedeelte neem je het af. En je laat het gewoon eventjes intrekken. En dan daarna zou je bijvoorbeeld die nieuwe snaren erop zetten. Op die manier haal je gewoon haal je een beetje weg en je houdt de conditie van het hout daar goed. Wat je namelijk vaak ziet bij mensen die de toets nooit behandelen, en dat kan een keuze zijn, maar vuil gaat zich ophopen. Je ziet dan vervolgens op de plaatsen waar je speelt dat de toets gewoon schoon is, maar aan de zijkanten tegen de frets aan en rondom de topkam en op de plekken waar je veel speelt, zie je gewoon heel veel vuil zich ophopen. En ja, naast het feit dat het niet echt hygiënisch is, vind ik het er ook gewoon niet tof uitzien. Je kunt gewoon beter zorgen dat die toets schoon is, dat die goed glijdt en dat de snaren niet al te veel vuil van de toets weer opnemen. Want uiteindelijk is het ook zo dat je snaren veel sneller vuil in zich gaan opnemen en dus veel sneller afraken. Dus dat zou je met de toets kunnen doen. Als je dan toch met limoenolie bezig bent, je kunt dan ook de onbewerkte delen, dus de onbewerkte houten delen als het op een gitaar zit, af en toe eens meenemen. De lakdelen van de gitaar zou ik in ieder geval nooit met olie doen. Dat is er niet voor gemaakt. Doe dat gewoon altijd met een klein beetje bevochtigde een dweiltje, een doekje. En doe dat op de manier zoals ik dat zojuist heb laten zien. En op die manier hou je je gitaar het langste gewoon in een goede conditie. Mocht je een keer echt een grote buts hebben en waarbij het hout van de gitaar bloot komt te liggen, en dat heb ik ook al wel een aantal malen gehad. Dus alleen als het hout echt bloot ligt, dan zou je eventjes langs een gitaarreparateur moeten. En in zo'n geval zou ik de buts eventjes op laten vullen. Dat hoeft niet helemaal perfect te gebeuren, maar in ieder geval
in zo'n mate dat het hout weer een beschermlaagje heeft. Anders kan hout weer gaan reageren met zweet, vocht, zuurstof, weet ik veel. En dat zal uiteindelijk zwart gaan kleuren. En ja, dat ziet er niet uit. En hout kan op die manier ook gaan rotten. Dus met andere woorden, dat zou je dan op kunnen laten vullen. Verder is het heel simpel. Ook dit soort dingen, stemmechanieken. Eens in de zoveel tijd zie je gewoon dat het dof wordt door de zuren van je huid. Neem dat gewoon af en toe even af. En je houdt de gitaar gewoon in een perfecte staat. Nou, doe er wat mee. Zie je in het volgende vlog.